Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik dit kleine tasje met je gaan maken. Het komt van de Designer Series Paper Stack, de Fresh Prints, in de lente- en zomercatalogus van Stampin' Up. Oké, ik heb hem aan de lange kant liggen. En wat ik doe is ik score hem op 2,5 en op 4. Dus 2,5 en 4. Dan draai ik hem een kwartslag en score ik hem op 1. En op 3,5. Zo. Wat ik dan doe is ik zet even alle scorelijnen aan. En voilà. En vervolgens pak ik deze eigenlijk beet. En wil ik... Ja, het is even moeilijk te zien. Ik wil zeg maar deze vouwlijn op hierop kunnen leggen. Dus ik pak hem zo beet. En ik draai hem eigenlijk naar de hoek toe. Zodat je hier een hoek krijgt. Dus hier eveneens. Vouw hem zo in. En je vouwt eigenlijk... deze lijn, huppatee, naar buiten. Zodat je hier een hoek krijgt. En dan heb je hem zo. Dat doe je hier ook. Dus je vouwt deze naar buiten. Je vouwt hem op de naad bij de zijkant. En je vouwt deze naar buiten. Op de naad bij de zijkant. Zo. En dan heb je dus zo een doosje. Deze ga ik even vastplakken. En dat doe ik hier op de hoeken. En hier op de hoek. Zodat hij zo vast blijft zitten. En hier eveneens, die zet ik zo vast. Huppatee. En dan heb je zo je doosje. Oké, wat ik doe is ik maak kleine gaatjes hier in het designpapier. En dat doe ik met mijn gaatjesstang. Dan stel ik hem even af, zodat hij gelijk gaatjes geeft. Tenminste. Ik heb hier 4 gaatjes gemaakt in de bovenkant van het doosje. En daar bevestig ik het lintje doorheen. Dit stukje afgeknipt. Zo. En omdat deze dan nog niet vastplakken, om hem toch een beetje recht op te laten staan, heb ik hier nog wat glue dots. Even kijken waar ik gebleven was. Oh, ha, op. Heb ik hier nog een hele nieuwe rol. Even kijken. Huppatee. Zo. 1. Die plak ik hier in het hoekje. Plak ik hem toch dicht. Want je ziet dat het dan gewoon gelijk meer dicht gaat staan. En ook meer een tasje gaat vormen. Ook aan deze kant. Het
Dat doen we met een stukje Coastal Cabana. En dit is de 1¾ scallop circle. Die komt hier op de voorkant van het doosje. Dit cirkeltje haal ik even door de Arrows Big Shot folder of embossing folder heen. En dan komt hij er zo uit. Oké, wat ik ga doen is ik heb hier de Round Array en ik heb hier You Make Me Smile gepakt. En ook weer een red, Real Red stukje of Real Red ink, ja, en een stukje Whisper White cardstock. Daar pak ik even de 7/8 Scalloped Circle Punch bij, want die hoort hierbij. Die pons ik dan uit. En dan heb ik hier nog een zakje met vlindertjes. Die heb ik eerder met de embossing, de Butterfly Embosslets uitgestanst. Ook in Whisper White. Heb ik hier even een lijmrol erbij gepakt. Want ik doe hier in het midden van de vlinder wat lijm. En ik doe hier op de zijkant wat lijm. You Make Me Smile. Aan de zijkant. Die kleinste plak ik ook nog even vast, maar dat doe ik met een beetje lijm. Anders gaat hij niet vliegen, zeg maar. Zo. En die plakken we dan hier. Er nog bij. Oké, en dat is hem. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mailen naar stampandsale@gmail.com of je kunt kijken op mijn webshop. Dat is www.stampandsale.stampenup.net. Ik bedank je in ieder geval hartelijk voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!